Nog één kus? Oh, lekker! Ja? Moet ik ook een kus? Ja. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het regent echt keihard buiten. Het is vrijdagmiddag en ik ben mijn werk aan het afronden en dan ga ik Olly halen van de crash. En morgen gaan we op een super exciting avontuur. We gaan namelijk in zo'n, ik weet hoe het heet, maar zo'n Volkswagen van hippie-achtige bus. Die hebben we gehuurd via de volkswagenbus.nl. Superleuke busjes hebben ze daar. Hebben we gehuurd, gaan we 3 dagen naar de Ardennen met Olly, Bibi, Sander en Sanne. En leuke foto's maken en gewoon op een avontuur. Dus ik ga ook even snel nu nog spullen inpakken en voorbereidingen doen. Want vanavond ga ik naar een feestje voor ADE. Dus heb ik geen tijd meer. We gaan morgenochtend vroeg weg. Dus dit wordt echt een hele leuke vlog. Ik heb er heel veel zin in. Hoi jongens. Slaapt Olivia al? De hartje slaapt al wel. Zo lief. Oké, guys, het is even later. Het is vrijdagavond en ik ben me even aan het opmaken. Ik ben echt oranje in het licht trouwens. Ik ben me aan het opmaken, want Sander en ik gaan zo naar iets van ADE. Zo, dus ik ben benieuwd of het gezellig is. Ik ben wel een beetje moe en ik heb geen zin om mijn haar te doen. Dus ik heb gewoon snel wat make-up over de make-up laag heen gesmeerd. Om eerlijk te zijn. Dus ja, that is it. Nou, morgenochtend vroeg gaan we op onze roadtrip. Volgens mij heb ik het net verteld. Daar heb ik heel veel zin in. Zo, het zit erop. Oh, mijn blauw zit er niet netjes. En Sander en Bibi hebben net een muis beneden gezien. Dus ik kom de komende weken niet meer beneden. Want ik heb echt nu al stress als ik er alleen al aan denk. Waar doe ik nou net het wenkbrauwspel? Oké, jongens, ik ga even opschieten en dan ga ik zo weer filmen als we weggaan. Oké, guys, ik kom weer thuis. Het was echt een hele wilde avond. Zo wild dat we de openingstijd van de Albert Heijn nog gehaald hebben. Hey. Dus dan weet je wel hoe laat we thuis zijn. We hebben lekker snoep gehaald en we gaan lekker film kijken op de bank. Dus, ja. Nee, het was wel even gezellig. Hi, Bibi. Hi. Hoe is het? Goed. Waarom lach je? Nee. Goedemorgen. Het is... 6:30. En we zijn net wakker. Ik heb even snel gedoucht, zoals jullie zien. En ik ga mijn spullen inpakken en even ontbijten. En dan gaan we on the road. Ik heb er echt heel veel zin in. Oké, onze bus is gearriveerd. Het ziet er zo leuk uit. Met die gordijntjes. En zo ziet het er van binnen uit. Dus hierin gaan wij dit weekend doorbrengen. Zo vet. Olivia, zit je lekker in de bus? Heb je er zin in? Wij zijn op onze eerste stop in Den Bosch. En we zitten bij dit. Zo heet het. En Sander en Bibi zijn de auto aan het parkeren. Wij zitten weer in de bus. We gaan weer verder. We gaan naar ergens vlakbij Maastricht nu. Ik hoop dat jullie mij horen, want de bus maakt best wel veel geluid. Het ruikt naar Woodstock, ja. We hebben lekker dropjes en Pringles. Zo leuk. Oh ja, just in case if you're wondering waar die kinderen zijn. Ja, vertel eens, waar zijn Olivia en Bibi en Sanne? Nou ja, basically als je hier voorin zit, dan kan je wel riemen omdoen. Maar hierachter zijn dus geen riemen of enige veiligheid. Dus ik dacht, nou, moeten we maar even met een veilige auto de kinderen erachteraan. Een beetje decadent, maar wel de waarheid. Wel de waarheid, ja. En veilig. En ik ben net wakker. Doordat die bus niet heel snel gaat en we deden het op hetzelfde tempo rijden, word je zo slapen. Dus ik heb net geslapen. Ik heb geen snelheid zo.
overtredingen deze keer. Nee, deze keer geen boetes. We hebben net die boetes betaald van een trip naar Zuid-Frankrijk. Maar het viel wel mee. Ja, dat was niet veel te hard. Nee, maar niet veel te hard. Ik had het erg verwacht, maar haar echt een borst. Ja, dus ik ben benieuwd naar de plek waar we vanavond gaan slapen. En we gaan natuurlijk vanavond een leuke foto maken. Meer de scène nog eens. Huh? Meer de scène nog eens van de raven. Ja, nou ja, er zijn niet echt heel veel zwarte vogels. Dus dat ik denk, als we zo meteen in de hotelkamer komen en dan in de tuin zien we 500 raven die ons aankijken, allemaal. En dan terug naar die bus. En die bus dan willen starten, weet je wel. Dat hij het niet doet, weet je wel. Het is echt het begin van een horrorfilm, vind ik dat. Vind je het? Ja. Wij zijn op onze hotelkamer. Wat kijk je? Wat nieuws. Nee, sorry, dit is nieuws. Oh my god, mijn mascara zit gewoon in mijn voorhoofd. Dat had je wel kunnen vertellen. Ja, we zijn dus in de hotelkamer. Ik wilde net gaan zwemmen, maar ik vond het water te koud van het zwembad. Dus we zijn maar teruggegaan. Geen loser. En Olly ligt lekker te slapen en ik denk dat wij dat ook maar moeten doen. Wil jullie slapen? Nou, ik ben aan het doodbloeden, dus ik ga heel eerst eventjes van mijn wond, ik ga mijn wonden liggen. Nou, ik ga in ieder geval lekker slapen, mijn gezicht was in haar bed. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Het is heel vroeg. Oh. Het is echt blauw. Blauw? Hoe kan dat? Komt allemaal door jou. Komt door mij. Ik door jou is alles blauw. Ik heb heel slecht geslapen. Ik heb denk 20 minuten. 12 tot 3 in één stuk doorgeslapen. En toen ging Olivia de hele tijd huilen en krijsen en zeuren. Toen kon ik niet meer slapen, want ze ging heel de tijd op me liggen. Half staand. Dus ik kon niet meer slapen. Dus nu gaan we maar naar het ontbijt. Ja, je bent een stoute baby, hè? Ja. Moet hij jouw haartjes knippen op? Dit is trouwens de tuin. Daar zit hij in de struiken. Kijk daar, San. Daar is leuk om te laten zien. Kijk, Olivia, miauw. Zie je hem? Kijk. Daar zit hij, lieverd. Kom maar. Dit is trouwens waar we slapen. Waar is het ontbijt? Rechts. Hi, Ol. Hey, schat. Bibi is ook eindelijk wakker om 1 uur 's middags. Eten. Sander, vind je het nog leuk in deze regenbui? Ja, maar het is wel koud. Ja, het is ijskoud. Volgens mij 9 graden of zo, toch? Ja. Olly. Vind jij het nog leuk? Vind je het nog leuk? Vind jij het nog leuk? Oké. Okay. Kijk, hier is hele erg stroming. Waar we langs lopen. Zo'n andere natuur hier dan in Amsterdam. Het is in Noord-Holland. De frisse lucht is even wennen. Wat is er? Dat is een liedje. Oh my god, we waren even gestopt. Al die koeien.
Leuk hè? Zo leuk. Let's go. En we zijn bij ons volgende hotel aangekomen. Nog 800 meter. And then we're there. Ik bedenk me trouwens dat ik vandaag echt nog nauwelijks in de camera gepraat heb. Ik ben alleen maar dingen aan het filmen. Misschien vinden jullie dat saai. Ik heb vandaag aan deze blauwe jas van de Zara. Online besteld. Echt het chillste basic shirt ever. Van ASOS. En een witte broek van Zara. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Hm? Wat ga je doen? Ik zou niet leuk. Waarom? Wat dan? Nee, je gaat hier echt in dat pad in, dat zakje weg, San. Dat is gevaarlijk. Oh my god, kijk dan. Wauw. Dit is echt ziek. Oké, wij zijn aangekomen en dit is onze hotelkamer in het kasteel. En de badkamer is ook echt super schattig. Kijk. Oh. Bad. Sander. Alleen dit is echt laag, hè? Ja, we zijn dus nu gewoon in de toren. In de toren? Ja, we zitten in het torentje. Cool. Zie je dat niet? Het is heel erg in mijn hond. Zie je dat niet? Ja, ik heb gelijk. We zitten letterlijk in een kasteeltorentje in een bad. Cool! Princess Olivia. Ze wil dat je er kleding uit doet. Ja. In. Ze riep het al. In. Alleen dit is een beetje laag. Oh, wat erg. Erg, hè? Let's call the police. Let's call the police. Kleine tijger. Oh. Uit. Zo goed dat het geen vuur is. Mogen dus vuur steken? We gaan straks vuur maken. Dat vind ik natuurlijk ook. En het is hier echt zo mooi herfst buiten. Ik ben gek op de herfst. Alleen de kleuren pik mijn camera echt niet op. Maar goed, het is meer geel en bruin dan dat het eruit ziet. Mooi. En er is hier ook een zwembad, toch? Ja, en een hele spa. Oh, leuk. Dan hebben we straks ook één. Goedemorgen, het is dag 3 van onze roadtrip. We hebben lekker geslapen. Ik was gisteren mijn vlogcamera bij het eten vergeten. We gaan nu naar het ontbijt toe. Het ruikt hier zo lekker naar kampvuur, hè? Niet normaal, hè? Goed zo, Olivia. Knappe meid. Je bent echt een knap meisje. 1, 2. Het is even later en we zitten in de auto. Oliviaatje slaapt lekker. En we zijn aan het rijden. Nu zijn we net de Belgische grens weer over. Tenminste, de Nederlandse grens weer over. België uit. En we gaan nu naar Maastricht. We gaan naar lunch alleen. Ik weet niet, maar hebben jullie in België ook geen internet? Ik heb de hele tijd dat hij op Edge staat, zeg maar. En hij doet het niet. En ik wil de routebeschrijving erin doen. Wat deden mensen voor een routebeschrijving, een landkaart? Ik wil namelijk gewoon de route naar het restaurant waar we gaan lunchen zitten, maar het lukt niet. Ik kom echt last. Ik ben echt last. We zijn in Maastricht aangekomen. En we gaan eten, Sam. Eten. We zitten bij, hoe heet dat? Wijkerkabinet. Ik had dat op Instagram gevraagd. Ja. Dit is wat de meeste mensen zeiden. Oh, mooi. Kijk, heb jij die foto gemaakt? Kijk. Oh, die heb ik gemaakt. Oh, echt mooi. Oh, jij zit in de bus. Ik zit in de bus. Dit is zo lief. Nog een kus? Oh, lekker. Ja? Moet ik ook een kus? Ja. Oh. Nu moet Sanne een kus. Mag ik ook een kus?
Heel lief van jou. Wij zijn weer in de auto aan het rijden. En we moeten helaas vanavond de bus weer terugbrengen. Dat vinden we heel jammer, hè? Niet over praten, want ik voel mij met deze bus verbonden. Op een, ja, wel haast erotische manier. Gadver. Nee, maar serieus, deze bus is gewoon... Echt jammer. Het is gewoon echt jammer, alhoewel... Maar... Ik ben wel een beetje doof geworden. We zijn wel doof, hij maakt veel geluid. En hij rijdt 80 km per uur. Op de snelweg? Op de snelweg. Maar dat is ook wel gezellig. Om een keer niet boetes te krijgen, wat we al eerder aangegeven hadden. Oh. Nee, maar deze oude beestjes die leven gewoon. Kijk, nieuwe auto's. Ja, oké, okay, prachtig. Je ziet hier wel echt leven in. Ik bedoel, kijk. Onze bende. Onze lampjes. We hebben helemaal gedecoreerd. Maar goed, dat gaan we dus zo doen. En dan lekker naar huis. Eten. Slapen. En morgen weer naar kantoor. Studiokantoor. Ik hoop dat deze vlog leuk is geworden. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik had vorige week gepost dat ik het een beetje zat was om die hele lange vlogs te uploaden. Ik denk dat deze wel ietsjes korter is. Alhoewel ik dat elke week zeg. Maar ik had heel veel gemixte comments. De ene helft zei van ja, dagelijks vlog is leuk, nog wat korter. En de andere helft zei dat ze juist heel leuk vonden, al die lange vlogs. Ga je dagelijks vloggen? Sowieso met vlogmas weer. Oh my god, vlogmas. It's almost there. It's almost there again. Ik ga nu wel in ieder geval... Het is over een maand alweer. Ons huis van buiten helemaal met lampjes. Dat wordt zo leuk. Dat als, zeg maar, dat als bij ons de lampjes aangaan, dat dan de lampjes in alle andere delen van Amsterdam een stukje minder hard branden. Nee hoor, nee. Maar snap je, dat is toch vroeger, als je dan zeg maar de kerstboom aandeed, dan deden ze in een Amerikaanse film doen ze al zo kloem. Ja, dat is zo leuk. Ja, weet je wat ik bedoel? Dat heb ik echt mijn hele leven al van gedroomd. Ja, tegenwoordig zijn alle lampjes gewoon mega... Zal ik even de navigatie kijken? Vriendelijk, maar... Oh, je stond. Oh, rechts. Ja. Kijk, ik voel het aan. Zo. Oh, mijn batterij is pleeg van de vlogcamera. Zullen we hem afsluiten? Nee. Mag ik hem een keer afsluiten? Oké, okay, ja. Oké. Okay. Nou, lieve... Wel opschieten, want hij is echt bijna leeg. Oké, okay, lieve volgers, als je dit een leuke vlog vond... Dan kan je hier beneden kan je subscriben. Zo doe ik dat toch? Ja. En een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En een thumbs up of je, als je het echt leuk vond. En dan zien we jullie zondag weer. Want dit